Esther Ouwehand, we gaan met jou praten. Of met u, hadden we van tevoren afgesproken. Ja. We gaan met u praten. Heeft u een fijn weekend gehad? Nou ja, gisteren hadden we congres. En dat was best even een zit. Maar de uitkomst was dat ik op de tweede plaats voor de kandidatenlijst voor de Partij voor de Dieren opga voor de verkiezingen. En dat is een mooie uitkomst wat mij betreft. Ja, want aanvankelijk stond u helemaal niet op de lijst. Nee, maar... Ze wilde u helemaal niet. Nee, maar uiteindelijk bepalen de leden van onze partij, en dat is bij alle democratische partijen, wie op de kandidatenlijst komt en wie de verkiezingen ingaat. En... Wie wilde u niet? Nou, de beslissing lag uiteindelijk bij de leden. En ik heb eigenlijk vanaf het moment dat de kandidatenlijst bekend is geworden gezegd... ik was beschikbaar, dat was ook geen geheim. Ik wilde door. Dit is een voordracht van het partijbestuur. Het congres beslist en dat wacht ik af. En dat heb ik gedaan. En gisteren bleek dat, dat de leden me toch wel graag nog in de Kamer zouden zien. Wie wilde u niet? Nou, het was een voordracht van het partijbestuur, dus daar ligt het antwoord. Het partijbestuur wilde u niet? Kennelijk, ja. Zit Marianne Thieme in het partijbestuur? Ja. Dus Marianne Thieme wilde u niet? Het is een voordracht van het partijbestuur en hoe zij onderling beslist hebben, daar heb ik natuurlijk geen zicht op. Oh, ze waren niet eens gezind? Nee, daar heb ik geen zicht op. Daar heb ik geen zicht op. Het is een voordracht van het partijbestuur. Die conclusie wordt je meegedeeld. En ik weet op zo'n moment de leden beslissen. En dat hoort ook zo in een partij. Er waren ook mensen boos, natuurlijk, dat ik niet op die lijst stond. En uiteindelijk is dat gisteren beslist. En ik denk dat dat een hele goede en normale gang van zaken is. Gefeliciteerd daarmee. Maar even terug naar de beelden van vorige week van u en Marianne Thieme. Eén vraag. Ja. Waarom moet mevrouw Ouwehand weg? Nou, ik heb daar echt genoeg over gezegd. Hoezo? U heeft er nog niks over gezegd. En waar blijft de openheid? Op het congres. Vind het niet jammer dat u moet stoppen met dit werk? Ja, dat vind ik jammer. Ik had graag doorgegaan en dat is bij iedereen bekend. En verder wil ik daar niets over zeggen. U legt zich erbij neer. Het congres beslist uiteindelijk over de kandidatenlijst. Ons congres is aanstaande zondag en dat wacht ik rustig af. Maar hoopt u nog een plekje te krijgen? Uiteraard. Waarom gaat het allemaal zo geheimzinnig? Nou, ik vind dat... Kijk, onze congressen zijn besloten. Dat is een beslissing van de leden geweest. Vanuit welke gedachte? Aanvankelijk was het zo dat bij de oprichting van de partij ergens oude statuten van een andere partij zijn gepakt. Je moest ergens beginnen. Daar stond in dat het besloten was. Dus dat is zo ongeveer de status quo geweest. Daar is wel discussie over binnen de partij. En ik ben ook een van de voorstanders van openbaarheid, maar dat is een lopende discussie. Zolang die congressen besloten zijn, leg ik me daarbij neer. Ik mag er anders over denken. En dat maar dan doet vind u ik ook. Het. Ja, dan vind ik het niet gepast om uit de school te klappen over wat daar gezegd is. En de discussie, daar is zeker het laatste woord nog niet over gezegd. Maar zolang die congressen besloten zijn en de meerderheid van de leden dat dus wenst... ja, dan ga ik niet als enige zeggen, nou, ik ga wel even vertellen wat er allemaal... Jij wil het wel graag zeggen, hè? Ik wil wel graag dat de congressen toegankelijk zijn voor de pers. Ik vind dat dat, bij een democratische partij hoort. Ik begrijp ook wel de argumenten daartegen. Zeker onze partij. Je bent jong en kwetsbaar. En zeker met onze doelstellingen ligt het gevaar erg snel op de loer. Dat media de kleine krenten uit de pap halen die zij interessant vinden. We kennen allemaal de commotie over het verbod op de vissenkom. Ik ben er nog steeds trots op dat ik die motie heb ingediend. Want ik vind het niet normaal dat je voor je eigen lol een dier in huis haalt... en hem dan vervolgens eigenlijk een ellendig leven bezorgt in een kom die niet geschikt is. Ja. Maar kijk, dat soort... Heeft u zelf huisdieren? Ik heb zelf 2 konijnen gered uit de opvang. En lopen die vrij rond in huis? Die hebben een groot deel van de tuin. Ja, een groot deel van de tuin. Dus ze kunnen daar scharrelen in de tuin en dan... Eieren leggen. Nou, dat doen konijnen niet. Nee, maar kijk, weet je, dit... Ik snap het gevaar en ik snap de bezwaren. Want wij zijn een jonge partij met een nogal radicale boodschap. Wij vinden dat dieren rechten moeten hebben. En laten we eerlijk zijn, ons doorwrochte betoog over een einde aan de bio-industrie... en hoe we de voedselzekerheid veilig kunnen stellen in Nederland en in de wereld... dat haalt het nieuws niet. Het nieuws haalt. De Partij voor de Dieren wil een einde aan maar de vissen. Maar denkt u dat een gesloten congres meer nieuws haalt? Nee, ik ben voor die openheid. Maar ik begrijp de bezwaren. Ik begrijp dat we met onze partijen worden... toch nog wel wat lacherig benaderd soms. Ja, maar nu juist door dit... Nu ben je meer de partij van de mollen en de struisvogels... omdat je niemand binnenlaat. Ja, maar mijn punt is dus... ik begrijp de bezwaren wel, maar ik ben voor openbaarheid. Alleen, de leden beslissen dat. Ik heb het niet voor het zeggen binnen die partij. Ik heb 1 stem op dat congres. Zoals dat hoort, alle leden hebben daar 1 stem. En we moeten dus samen bepalen wat we gaan doen. En als een meerderheid tot nu toe heeft gezegd... we willen die openbaarheid niet, dan leg ik me daarbij neer. Marianne Thieme is...
is partijvoorzitter. Ja. En hij is ook nog fractievoorzitter. Ja. Is dat niet een beetje een rare combinatie? Nou, dat is ook geen geheim. Dat vind... is wel een geheim. Nee. Dat is ook geen geheim, maar het andere is wel een geheim. Het andere is wel een geheim, ja. Ik ben voor die scheiding van die functies. Dat is inderdaad geen geheim meer. Ja, en dat is ook een lopende discussie binnen onze partij. Maar wacht even. Dus u heeft tegen mevrouw Thieme gezegd... je bent fractievoorzitter en je bent partijvoorzitter. Dat vind ik geen gelukkige combinatie. Toch? Dat is een discussie geweest op ons vorige congres... Ja. waar ik normaal gesproken Zij niet weet over hoe uit... u daarover denkt. Ja. Dus dan is het niet zo gek dat mevrouw Thieme denkt... en jou zit ik lekker niet meer op de lijst volgende keer. Toch? Nou, dat zijn speculaties waar ik verder niet op inga. En, nee, ik denk, ik weet de reden ook niet. Maar dat is niet tegen u gezegd zo? Nee. Dat u het jammer vindt dat u daar zo over denkt? Nee. En zo ligt dat niet. Dat is een discussie die binnen onze partij gevoerd wordt. Op het afgelopen congres hebben we het daarover gehad. Niet gisteren, maar die keer daarvoor. Daar zijn de meningen over verdeeld. Dus daar gaan we het voorlopig Esther, nog wel over laten hebben. Laten we nou niet heel mevrouw, ingewikkeld zou maken. Mevrouw zeggen. Mevrouw Ouwehand. Esther is ook goed, hoor. Hoor je het? Hij wel. Ja, hij mag. Een stukje onduidelijkheid naar mij toe is dat. Zeg jij nou gewoon, mevrouw Ouwehand. Ja. Esther, dus die partij is natuurlijk ook niet zo groot. Er zijn twee mensen in de Kamer. Die moeten met elkaar samenwerken. Ja. U wordt zeer geprezen op het werk wat u daar doet in de Kamer. Door vriend en vijand. Voor zover het CDA in sommige opzichten een vijand is... ten opzichte van de Partij voor de Dieren. Ook zij prijzen wij mevrouw Ouwehand. Ja. Dan is het toch allemaal... dan ben je met elkaar, zoals wij, neem ik aan, ongeveer met elkaar zijn. Dan kan ik toch niet laten zeggen... ja, ik weet ook niet waarom meneer Witteman mij niet wil. Dat weet je toch. Je praat toch met elkaar. Ja, maar... kijk, de leden beslissen dat. Ik vind dat belangrijk. Maar dan vraag ik, dan zeg ik toch, Marianne, hoe kan het nou dat ik niet op die lijst sta? Nee, maar dat hebben we dus bediscussieerd gisteren. En de uitkomst is dat de leden zeggen... Maar daar bel je toch al over, als dat bekend wordt. Van Marianne, wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Nee, ik vind dat de leden dat moeten beslissen. En dat is gisteren gebeurd. Bel je dan niet met elkaar? Praat je dan niet? Ik vind dat het aan de leden is. Maar ik vroeg wat anders. Niet aan wie het was, maar wat daar aan vooraf gaat. Namelijk, hè, wat? Sta ik niet meer op de lijst? Ja, nee, ik vind dat de leden dat moeten beslissen. En zo is het dus gegaan. Kijk eens naar die foto. Die is genomen gisteren na afloop van het congres. Ja. En wat doet die hand daar? Kun je aaien. Het is Partij voor de Dieren, hè? Aaien. Je hebt het goed begrepen. Dit was tijdens de persconferentie. Ja. Ik kan me niet herinneren dat het een foto was. Nou, het is een stilstaand beeld. En dat noemen wij vaak een foto. Maar ja. hoe ook. Wat doet die hand daar, was de vraag. Ik heb geen idee. Dat is de hand van mevrouw Thieme, die met dit gebaar duidelijk wil maken dat ze u zeer toegenegen is. Ja. Dan is de vraag, wie heeft er gehuild gistermiddag op dat congres? Nou zeg, wat een vraag. Nee, daar ga ik echt niks over zeggen. Waarom niet? Nou, het congres is besloten. Ik ben er erg voor dat jullie erbij zouden zijn de volgende keer. Maar tot die tijd ga ik daar niks over zeggen. Maar er zijn kranten die hebben staan wachten tot de mensen naar buiten kwamen. En hebben leden gevraagd wat is daar gebeurd. Ja. En die zeiden, er is wat afgehuild vanmiddag. Dus dan is het toch niet zo'n gekke vraag als ik denk te vragen... wie heeft er gehuild? Nee, maar dat ga ik allemaal niet vertellen. Heeft u Kijk, gehuild? Dat mensen naar, heeft u gehuild? Naar buiten komen, nee, ik heb niet gehuild. U heeft niet gehuild. Dan zou het mevrouw Thieme geweest zijn. Misschien was het mijn moeder wel. Had mijn moeder was uw moeder er ook? Ja, mijn moeder was er ook. Nee, kijk, de leden zijn de baas van de partij. De leden bepalen welke mensen doorgaan voor die partij. De leden stellen ook het gedachtegoed en het partijprogramma vast. Dat is binnen onze partij ontzettend belangrijk. Dat is ook waar we voor gaan. We vinden echt dat er een wereld te winnen is... op het gebied van de rechten van dieren, natuur en milieu. Want de manier waarop wij dieren behandelen is funest voor onze samenleving. Daar kan ik u van alles over vertellen. Dat is de basis waar onze leden zich vinden. En zij zeggen, deze twee mensen moeten door. Want we hebben ontzettend goede resultaten gehaald de afgelopen periode in de Kamer. Meneer Klink. Ja, kijk smekend. Nee, helemaal niet. Wij kennen elkaar uit de debatten in de Kamer. En ik ben het met de laatste eens. Ik vind als iemand het belang van dieren... maar tegelijkertijd ook de combinatie met de economie en duurzaamheid weet te maken... is mevrouw Ouwehand wel. En ik heb daar de afgelopen jaren veel respect voor gekregen. En ik vind het ook heel dapper. Terwijl het juist een beslotenheid is om te zeggen... en toch wijk ik niet voor een kennelijk partijbestuur... wat mij op nummer 42 plaatst. En ik laat het aan de leden over. Ik vind dat echt heel moedig. Hebben die leden nu ook, of wordt ook in stemming gebracht om het voortaan openbaar te maken?
Want u heeft natuurlijk nu, staat dat is, 1-0 voor u, toch? Ja, dat is nu niet aan de orde geweest. We hadden nu echt een verkiezingscongres. Kijk, de leden hebben... dit is een lopende discussie. Ja. En de Volkskrant had beslag weten te leggen op het verslag van ons vorige congres. En daaruit bleek dat ik voor die openbaarheid had gepleit. En ook voor de scheiding van de functies. Ik denk dat dat hoort bij een partij in ontwikkeling. Ik vind dat helemaal niet erg dat dat bij ons nog niet geregeld is. We zijn een jonge partij. De snelst groeiende partij van Nederland, ook jaren achter. We hebben een grote groep leden die zeer gedreven is om de wereld beter te maken voor dieren, natuur en milieu. En dan is misschien de aandacht voor de interne partijstructuur wat achtergebleven. Nou, dat gaan we nu oplossen. Dat hoort er allemaal bij. Dan kun dikke, je misschien dikke maatjes dus... met mevrouw Thieme bent u nu weer. Nou, het belangrijkste is dat we elkaar vinden in dat gedachtegoed. Tuurlijk. En dat de leden zeggen, die combinatie, laten we niet vergeten, Marianne is als lijsttrekker gekozen. Ik ben als de nummer 2 gekozen. En we hebben nog een heel rijtje kandidaten. Samen campaignen. En we gaan campagne voeren om zetels binnen te halen voor de dieren. Ja, absoluut. Ja.